Het is vandaag, dinsdag 22 maart, Wereldwaterdag. Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang van voornamelijk goed en betrouwbaar drinkwater. De regering van Suriname staat ook volledig hierachter. In dit kader is president Chandrika Prasad Santokhi eerder op de dag aanwezig geweest bij presentaties die in verband met Wereldwaterdag werden georganiseerd door de Meteorologische Dienst en de Waterloopkundige Dienst. Toen ik de uitnodiging kreeg van de minister, die had nog een moment, ruim 2 weken geleden, heb ik me afgevraagd van wat de bedoeling is van deze dag. En wat er precies van de president verwacht wordt op deze dag. En ik heb in ieder geval direct beslist dat ik mij goed wil laten informeren waar ik sta. Als land met betrekking tot onze technologische ontwikkeling, onze plannen, wat beschikbaar is op dit moment om goed beleid te ontwikkelen op het gebied van waterbeheersing, watermanagement, maar ook met betrekking tot onze weersomstandigheden. Dat is 1. 2 is namelijk om hier ook aanwezig te zijn om aan te geven wat ons beleid zelf is, onze prioriteiten als regering. En laat ik aangeven, luister naar de presentatoren, kijk naar de presentaties, kijk naar de audios. En het doet mij goed gevoelen dat we zien dat er opleidingsrichtingen er zijn, studenten er zijn, die ook in die richting willen studeren. En dat geeft goed gevoel voor het land. Dat we kader aan het ontwikkelen zijn om te zorgen dat we goed beleid hebben met betrekking tot ons water. Met als thema op deze internationale waterdag, grondwater. We worden nu geconfronteerd met veel wateroverlast in het binnenland, de kuststrook. En dat is niet nu. Dat gebeurt al jaren. Dat gebeurt vanaf ik geboren ben, klein, ik ken de situatie. Leegdorp en ik onder water. Dus het is geen probleem van vandaag. Wat we wel merken, is dat het probleem aan het verergeren is. En dat is de grote uitdaging waarvoor we staan als land. En dit moeten we gaan aanpakken. En hoe moeten we dat aanpakken? Dan kom je direct terecht in de wereld, waar de wereld ook voor die grote uitdaging staat met betrekking tot ons klimaatverandering. We hebben recentelijk nog onze conferentie gehad, COP 26, waar deze zaak ook aan de orde zijn gekomen. Namelijk dat er nog steeds sprake is van de stijging van de temperatuur in de wereld. 2, dat heel wat landen zich niet houden aan de normen die aangegeven zijn door de wereld om te mitigeren voor wat betreft de uitstoot. En dat de wereld een beleid ontwikkeld heeft om uitstoot tegen te gaan, maar aan de andere kant om adaptatiemaatregelen te treffen om alvast de effecten goed te kunnen beheersen van deze groeperoren. En daarvoor heeft de wereld kapitaal ter beschikking gesteld, moeizaam, heel moeizaam. Maar de vraag is, hoe wordt het kapitaal besteed in de wereld? Hoeveel gaat naar mitigatie en hoeveel gaat naar adaptatie? En dan zie je namelijk dat er heel weinig geld gaat naar adaptatie. En daar zijn wij landen die heel kwetsbaar zijn. En Suriname hoort zeker tot de top 10
kwetsbare landen in de wereld als het gaat om de negatieve effecten van de global warming. Omdat we een lage kustlijn hebben, samen met zoveel andere landen. Dus we moeten rekening houden dat we enerzijds last gaan hebben van de stijging van de zeespiegel en dat zien wat er gebeurt in onze kuststrook. En aan de andere kant enorm veel regenval die zorgt dat het water naar de kuststrook komt en dat de capaciteit er niet is om het water goed te begeleiden. En dan krijg je inderdaad gebieden die onder water gaan lopen. En dat is een grote uitdaging. En de vraag is, wat kan je als klein land doen? Heel wat, maar heel wat van de maatregelen zullen vanuit de wereld moeten komen. Als de wereld zich niet houdt aan die norm van verlagen, het verminderen van de uitstoot, onder die norm van 1,5 graden verwarming blijven, dan hebben we grote problemen. Er zijn landen die nu al geprojecteerd hebben dat ze pas in 2050 carbonneutraal gaan zijn. Pas in 2050. Wij zijn gelukkig carbonnegatief. Niet carbonneutraal, we zijn carbonnegatief. Samen met Bhutan en Panama, drie landen die carbonnegatief zijn. En we zorgen dat ons bos goed onderhouden wordt, beheerst wordt, om de wereld te kunnen voorzien van zuurstof. Wat krijgen we daarvoor terug? Wat krijgen we daarvoor terug van de wereld? Niks. We zijn al bezig met landen die ervaring hebben op dit stuk. En met ook enkele oliemaatschappijen met totaal is er overeenkomst getekend om een carbon credit strategy te ontwikkelen voor Suriname. Om ons bos wat daar is te kapitaliseren. Het beleid is er al in de wereld, de formule is er al, alleen moet die formule technisch vertaald worden dat we kunnen kapitaliseren. En daarvoor hebben we technische expertise nodig die we op dit moment in Suriname niet hebben en dat zullen we moeten inhuren. Maar daartegenover, wat in de wereld gebeurt, dat moeten we samen met de wereld maatregelen treffen. Maar daartegenover staat hier in Suriname wat wij doen als mens. En ik was blij te zien dat een van de oorzaken van de El Niño, de verandering, ook van ons klimaat, is hoe wij als mensen omgaan met die natuur. Hoe wij als mensen omgaan met ons milieu. En daar moet er meer bewustwording komen. En daar is een heel gebrekkige bewustwording nog. Er wordt nog te veel vuil op een onverantwoorde wijze weggegooid wat terechtkomt in het milieu. Er is nog te veel kwikgebruik. Er is te veel ook aan schadelijke stoffen die vrijkomen door ons eigen handelen als mens. Hoe wij omgaan met ons milieu. Dat is vandaag de dag waar vroeger het binnenland, waar iedereen naartoe ging en lekker kon zwemmen in de lokale gemeenschap, kon genieten van het water, van de kregen, van de rivieren, dat het niet meer mogelijk is. Het is vervuild door kwik gebruik. En als je vliegt daarboven in het binnenland, waar vroeger het donkere groen bos was, zie je alleen maar gele gebieden. Kwik gebruik. En de regering heeft een opdracht gegeven voor die ordening van die goudsector. De minister Natuurlijke Bronnen die is bezig, ook met Frans-Guyana, want daar is men al begonnen om goud te winnen. Op een milieuvriendelijke wijze, zonder kwikgebruik. Maar dat moet ook kunnen, Suriname. En dat zal beleidsprioriteit hebben. Het Minamata-verdrag is er daar als jij geen maatregelen treft
Dan zal je zelf merken dat je geïsoleerd zal worden door de wereld. Al heb je geweldige goud hier. Want je nergens met je goud terecht kan. Omdat je nog steeds kruk gebruikt. En je goud kruk aanwezig is. Dan mag het ook niet buiten Suriname. Maar ik hoop niet dat deze harde maatregelen ons moeten dwingen. Die bewustwording moet ons dwingen. Om beter om te gaan. Met ons milieu. En dat we ons niet moeten laten leiden. Door hebzucht. Door een zodanige methode omgaan met de natuur. Dat je wel wat geld verdient. Maar je daarmee de samenleving kapot maakt. Milieu kapot maakt. En de toekomst van de volgende generatie ook kapot maakt. Dit is een serieus beleidsaandachtsgebied. Vanuit de regering. Wat zou met gedeelde verantwoordelijkheid en met collectieve inspanning aangepakt moeten worden. Aan de andere kant, mijn mensen, zijn er uitdagingen met betrekking tot water. En de Verenigde Naties heeft niet zomaar de Internationale Waterdag uitgeroepen op deze dag. Omdat er enorm veel bezorgdheid is met betrekking tot water. Er zijn grote delen, honderden miljoen mensen, die niet kunnen beschikken over gezond, veilig drinkwater. En hier in Suriname zien we dat we voldoende drinkwater hebben. Er gaan miljarden liters water onder de grond van Suriname afkomstig van Zuid-Amerika. Maar toch zijn er delen in de samenleving die niet kunnen beschikken over gezond drinkwater. Ik kom net van het binnenland, het gebied Pusugruno. En daar vertelt de grandma Valentijn heeft ook een kwekscan gemaakt, een paar dorpen bezocht. En het blijkt dat heel wat personen nu gezondheidsproblemen hebben. Diarree verschijnselen vertonen als gevolg van ongezond water. Daarom zien we dat was een keer veel water distribueren, voedsel distribueren. Maar aan de andere kant zijn er kansen voor ons land. En de Barbados, met name de premier Mia Motley, heeft er een paar keer aan mij gezegd. We moeten nou samenwerken. Suriname heeft zoveel grondwater. Alles stroomt weg naar de Atlantische Oceaan. Maar met goed beleid, met goede investeringen, met moderne technologie, kunnen we grondwater trekken uit de bodem en de wereld ook daarmee ondersteunen. Natuurlijk hebben we onze eigen prioriteiten om voor elke Surinamer gezond en veilig drinkwater te brengen. Maar we kunnen ook een bijdrage leveren aan de wereld om ook daar water te brengen. En we kunnen ook geld mee verdienen als we dat op een verantwoorde wijze doen. Dat zijn een van de projecten die besproken zijn. Binnenkort gaat er een delegatie, minister LVV gaat ook naar Barbados om integrale projecten te bespreken op het gebied van de agrarische sector, pluimvee, handelsbetrekkingen, maar ook investeringen in Suriname. Mijn mensen, het beleid van de regering is om te zorgen dat elke burger, ongeacht waar je woonachtig bent, over gezond drinkwater kan beschikken. We hebben afgelopen jaren enorm veel geïnvesteerd in grondwater met diepteboringen en dat water te brengen aan de samenleving. Maar je ziet wat we recentelijk gedaan hebben in Komwijnen. Daar hebben we moderne technologie toegepast met ondersteuning van het Belgisch bedrijf en we moderne waterzuiverings- en distributieinstallatie geplaatst. Misschien een van de modernste van het Caribisch gebied. Om van oppervlaktewater zuiver, gezond drinkwater te produceren. En dat doen we ook in het binnenland door ook installaties te plaatsen om van oppervlaktewater potable, gezond drinkwater ook te brengen aan de burger, zodat men daar ook gezond drinkwater heeft. En dat is wat we moeten doen met gebruik maken van de zonne-energie,
met moderne technologie die beschikbaar is, elke burger voorzien van gezond drinkwater. We hebben recentelijk gezien wat er gebeurd is op Hena in het district Nigeri. Plotseling komt het hele resort zonder water te zitten. Paniek, moet je nagaan dat je geen water heeft. Geen water om te drinken, geen water om te baden, geen water om kleren te houden. Aanvoel plotseling. Je raakt helemaal ontregeld. Paniek. Gelukkig hebben we snel water getrokken. Gelukkig zijn er dieptebooringen geweest. Gelukkig is er water gevonden. Daar ben ik vorige maand nog geweest om mij te oriënteren. Er moeten nog meer bronnen komen. Dus nogmaals, mijn mensen. Wij moeten verantwoord omgaan met ons water. Laten we zuinig zijn met ons water. Laten we die kraan open maken als we het nodig hebben en dicht maken als het dicht moet. En er wordt nog steeds veel, veel water verspild in dit land. Er willen grote delen de wereld zijn die dringend gezond drinkwater nodig heeft. Laten we alles doen als land om ons milieu te beschermen. En wij als regering gaan in samenwerking met het buitenland, met toepassing van moderne technologie, het water brengen voor u, voor elke burger. En daar waar wij water kunnen exporteren, gaan we dat ook doen. Omdat wij in een gunstige situatie verkeren om over voldoende drinkwater te kunnen beschikken. Laten we een goed beleid voeren. Want als we dat niet doen, zou het wel kunnen dat water het duurste product in de wereld kan worden in de toekomst. Laten we goed beleid voeren en laten we alles doen om ons milieu en natuur te beschermen. Minister, goed initiatief. Jongen, gaat u door. U ziet welke uitdagingen er zijn. Onze jongeren moeten zorg dragen dat met veel kennis, met toepassing van moderne technologie, maar bovenal met bewustwording, onze toekomst, onze volgende generatie, beschermd kan worden met goed beleid op het gebied van water, watermanagement en waterbeheersing. Veel succes en ik kijk uit naar de resultaten van uw werk. Dank u wel. Vandaag is Wereldwaterdag en morgen Wereldmeteorologische Dag. De belangrijkste boodschap is dat ook al hebben we veel water, dan nog moeten we zuinig mee omgaan. Ook al hebben we geen water, dan nog moeten we gaan nadenken over waterproblematiek. Daar gaat het eigenlijk om. Inderdaad, we hebben nu overstromingen, maar dat betekent niet dat we zoiets niet moeten organiseren. Want een overstroming is een tijdelijk event. Die overstroming is over een paar dagen weg. En dan zitten we weer met een probleem van die dorp of dat district heeft weer geen drinkwater. Dus water blijft een belangrijk onderwerp. Niet alleen voor ons in Suriname, ook voor de wereld. Want als wij een bijdrage kunnen leveren aan watertekort in de regio, dan zouden we dat moeten kunnen doen. Dus waar het om gaat, is dat wij als overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen moeten blijven doorgaan met onderzoek, de beste data kunnen geven aan de regering om beleid te kunnen maken. Want je kan die onverwachte zaken kan je dus krijgen. Het kan zijn dat we een ander jaar komen met een enorme droogte. Toch? Dus Wereldwaterdag is goed en ik heb ook aangekondigd, laten wij de overstap maken, want we lopen al jaren achter, naar de wat men noemt de flood management dagen. Dat zijn speciale dagen waar we als land gaan nadenken over flood management en drought management. Dus overstroming en droogtes. Hoe moeten wij daarmee omgaan? Dat is de volgende stap die wij als Suriname moeten gaan maken. Ik zie dat er twee scholen zijn uitgenodigd. Waarom vond het ministerie het belangrijk om ze in verband met deze twee dagen uit te nodigen om ze meer in te lichten? Ja, kijk, u weet dat het ministerie van Openbare Werken heeft al jaren, sinds het begin, twee belangrijke instituten die onder haar beheer, die moeten zorgen voor de beste data voor de beleidsmakers. Maar ook voor iedereen, voor onderzoekers, et cetera. Dat is de Meteorologische Dienst en de Waterloopkundige Dienst. Dit zijn heel specifieke instellingen. Je kan dus niet een willekeurig iemand zetten bij dat instituut. Je moet echt gestudeerd hebben in het vakgebied. Dat betekent dat alleen mensen met een opleiding in dit vakgebied
bij deze instituut te kunnen werken. En het is het NATIN die de basisopleiding geeft over hydrologie en meteorologie. Het PTC en de universiteit doet dat, maar op een andere manier, een beetje algemene manier. Dus onze belangrijkste pool van veldwerkers, mensen die instrumenten moeten installeren, beheren, komt van het NATIN en PTC. En hebben we een categorie onderzoekers, ja, die moet komen van het PTC en de universiteit. U hebt het gezien in de presentatie, we hebben tientallen meetstations over heel Suriname. Dus je hebt niet één persoon nodig, je hebt lokaal ook mensen nodig. De stations moeten onderhouden worden, de data moet getrokken worden uit de instrumenten over het hele land. Dus je hebt deskundigheid nodig en je hebt mensen nodig. En wij willen nu, we zitten in een kritische situatie, want de afgelopen jaar heeft men niet echt geïnvesteerd. Heel wat mensen met pensioen gegaan. Dus daarom starten we met een nieuwe campagne om in elk district jongeren te interesseren voor dit vakgebied. Over de meetstations gesproken, minister. Heeft de meteorologische dienst wel aangegeven dat het hele systeem voorlopig niet werkt? Want momenteel zouden we in de kleine droge tijd moeten zitten en het blijft regenen. Ja, kijk, dus daarom die overstroming. Je ziet dat zeker de afgelopen jaren, want ik ben eigenlijk ook verrast geworden met deze overstroming, zie je dat het bijna elke maand regent. Het lijkt alsof we een regenjaar gewoon gaan hebben dit jaar. Misschien volgend jaar weer. Maar het kan ook zijn dat we een keer een heel droog jaar zullen hebben. Dus het is inderdaad ontregeld. En dat komt door de, zoals de meteorologische dienst heeft aangegeven, los dat het normaal regent, heb je bijzondere effecten van de ITCZ en van de andere circulatiemodellen die op dit moment storend werken. Storend bedoel ik, ze zitten nu geconcentreerd boven Suriname en blijven hangen. Normaal moeten ze doorbewegen. En omdat ze blijven hangen, dan krijg je enorm veel neerslag. Wanneer ze wegschuiven, dan heb je dat probleem niet. En dan heb je een normaal jaar. Maar zodra de ITCZ en andere modellen blijven hangen, dan krijg je enorm veel neerslag. Dit is het getal van 500, 600, is onvoorstelbaar veel. En heb je ook, zoals de meteorologische dienst heeft gezegd, de bijdrage van La Niña. Het is een La Niña jaar, dus er komt nog extra neerslag erbij. Minister, u heeft aangegeven dat we veel neerslag kunnen verwachten dit jaar. Is het ministerie al voorbereid erop? Want als we nu kijken naar de situatie in het binnenland, is... Nee, kijk, op extreme events ben je niet voorbereid. In die zin, die event gaat komen. Overstromingen, droogte leveren in korte tijd, 1, 2, 3 dagen, veel schade. En jij als mens moet je daarop voorbereiden. We hebben geleerd van vorig jaar en daarom hebben we nu een goed draaiboek, een goed communicatieschema en we weten wat urgent is. En een van de belangrijkste dingen wanneer er overstroming of een droogte is, is dat voor Suriname, niet OW, maar het NCCR, in place komt, zeg maar namens de regering. Dat is het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampen. En dan nemen zij de situatie over. En de eerste dingen die ze doen is bijvoorbeeld de voedselzekerheid garanderen. Dus houdbaar voedsel en water moet als eerste naar zulke gebieden. Als je gebieden hebt langs de kuststrook, dan heb je vooral sanitair dat een probleem is. Mensen kunnen de kuststrook makkelijk verhuizen, maar in het binnenland niet. Dus hier heeft men al ervaring mee. Maar het belangrijkste blijft toch dat wij moeten overstappen naar een harder beleid. En dat is, laten wij kijken waar we, welke gebieden wij kunnen verplaatsen in de tijd. En niet gaan wonen waar we weten dat het gaat overstromen. Dus we gaan niet midden in de rivier wonen als we weten dat de kans voor overstroming groot is. En dat is wat ik zeg, van, laten we nu gaan de overstap maken naar flood en drought management events. Dus overstroming en droogte events. Zodat wij als land, als deskundigen, nu gaan nadenken over maatregelen, want ik denk niet dat deze events minder zullen worden. Minister, hoe ziet het verloop van de dag er verder uit? Nou, we gaan door met presentaties, omdat we hier een groep studenten hebben van het NATIN, PTC en anderen. Die volgen dit als cursus, als training. Dus die gaan zo meteen detailpresentaties krijgen over het thema grondwater, want dat is het thema. Ze gaan zo meteen, worden ze vervoerd met de bussen naar de verschillende labs, waar ze inzicht kunnen krijgen in meetinstrumenten, etc. Ik weet nog of dat vandaag gebeurt, maar afgelopen week heeft men ook proeven gedaan. Men mocht met de instrumenten zelf in een riviertje of kreekje meten. En aan het einde van de dag, als iedereen succesvol heeft meegedaan, krijgen ze een certificaat. En is er dan werk beschikbaar als deze studenten zijn afgestudeerd van de schoolinstellingen? Ja, kijk, laat me gewoon even wat zeggen. Dat
in mijn inleiding heb ik dat een beetje verzuimd. Je hebt natuurlijk de meteorologische dienst en de waterloopkundige dienst bij OWI. Maar er zijn nog meer instituten die zich met water bezighouden. Direct heb je de maritieme autoriteit. De SUM, die houdt zich bezig met grondwater. En zo zullen er nog eventueel één of twee instanties zijn die indirect bezig zijn, hoor. Die meten ook. Dus die groep studenten, die studeert op NATIN en een heel kleine groep op PTC, die proberen we zoveel als mogelijk te accommoderen bij dit soort instituten. Je hebt natuurlijk ook gewoon iemand die richting beleid wil gaan, dat kan ook. Het ministerie van NH heeft in 2020 een speciaal directoraat geopend, dat heet Water. Dus als je zeg maar in de beleidsrichting wil gaan, je wil als NATINer of PTC wetten veranderen, of je wil helpen aan beter beleid op water, dan kan je natuurlijk de stap maken naar beleid en dan kan je bij een ministerie op een ander niveau werken. Instapprocedure gaat dan makkelijk of moet je dan mensen kennen om daar terecht te komen? Nee. Dus ik had bijvoorbeeld, omdat de nood groot was, ja, bij de meteoroloog, ben ik nu bezig in te grijpen. Want ik heb gezien dat de situatie ernstig is. Dus ik heb vanwege de begroting de eerste 5 mensen geselecteerd. Weliswaar heeft het 2 jaar geduurd, hoor. Omdat ik goed wilde zijn van de behoefte. We hebben op dit moment een tekort aan 10. Dus ik heb gewoon gezegd, laat me in de begroting 2022 5 natens gaan selecteren. En dan volgend jaar weer de volgende 5, dan heb ik die gap ingevuld. Bij de waterloopkundige dienst komt dat ook. Zodra ik de nood heb, dan ga ik de eerste helft proberen te nemen. De onderzoekers is een probleem, want die zitten op PTC en aardig niveau. Dat is een probleem. Ik heb op dit moment 2 potentiële kandidaten die wij in dit vakgebied gaan stoppen. En dit zijn de mensen, de onderzoekers, die voor ons zeg maar dit soort voorspellingen moeten gaan doen. En dat kost een paar jaren investeren voordat we zover zijn.